Dank u wel, voorzitter. Ik stel opnieuw vast, voorzitter, de eensgezindheid in het parlement. De zeer grote meerderheid over de inhoud van het pakket, over het compromis dat we bereikt hebben. En ik denk dat dat toch een teken is voor al wie erbij betrokken is, dat het hier niet gaat om een ideologisch conflict, maar om de praktische regeling die we moesten doen om de veiligheid op zee te verhogen. Ik bedank ook de commissaris voor het antwoord dat hij mij gegeven heeft over de vraag die ik hem gesteld had in verband met een onzekerheid die er nog was over het agentschap en de rol van het agentschap. We zijn het misschien vergeten, maar het agentschap is een van de onderdelen van het eerste ERICA-pakket. Een van de eerste voorstellen was om dat agentschap te hebben, een agentschap dat de nodige know-how, de nodige specialisten samenbrengt om ervoor te zorgen dat wij ondersteund worden, vooral de commissie, maar ook het parlement, ondersteund worden in datgene wat we doen in regelgeving. Nu, ik ben blij over de eensgezindheid, ik ben ook fier op wat we bereikt hebben, maar ik denk, meneer de commissaris, zoals u zegt en zoals mevrouw Vlasto ook heeft gezegd, alles hangt nu af van de kwaliteit van de omzetting. Het gaat erom van die autoriteiten, bijvoorbeeld als het gaat over het opvangen van schepen in nood. Als we autoriteiten hebben in alle lidstaten die goede kwaliteit hebben, dan zijn we er. Als die kwaliteit niet zo goed is, dan moet u optreden. Dus de rol ligt nu bij u, bij de commissie, bij de diensten van de commissie, bij het agentschap, om ervoor te zorgen dat zowel voor de havenstaatcontroles, als voor de klassificatiemaatschappijen, als voor SafeSeaNet, als voor alle zaken die we nu op punt stellen of die we verbeteren, ervoor te zorgen dat de lidstaten ook doen datgene wat zij in de wetgeving mee hebben opgenomen. Dus meneer de commissaris, we zullen u opvolgen. Dus in de komende commissie, als u nog commissaris van Transport is, zullen we u blijven opvolgen om ervoor te zorgen dat die kwaliteit ook echt is datgene wat wij bedoeld hadden. Dus goede moed, we houden u in toog en als het nodig is, dan ondersteunen we opnieuw bij nieuwe voorstellen. Dank u wel.